Nou, hier bij mijn gebedsruimte. Dit is echt een geweldig kleed wat ik in Katwijk heb gekocht bij een christelijke winkel. We waren in de christelijke winkel en deze man die. We waren in deze christelijke winkel en in die winkel zag ik achter een kast. Zag ik iets van een kleed of zo zitten. En ik wist niet wat het was. Ik ging een vraag aan die eigenaar. Of aan een medewerker van die winkel. Ze zei: ja, zo'n wandkleed. Zo'n groot wandkleed. Is al een heel duur kleed. Ze zegt: ik zei, oh jammer. Ik zeg: het zit hier achter die kast. Ja, we hadden geen ruimte meer voor. Dus we hebben het achter die kast gehangen. Maar ik zal de eigenaar even halen. Misschien dat hij jou kan helpen. Dus die eigenaar kwam en ging vertellen: van ja, wij hebben hier in Katwijk een vuurtoren. Want het Katwijk aan zee. Het is echt 100 meter van de zee vanaf 200 meter. En hij zei, we hebben dat dus eigenlijk altijd laten hangen, omdat we daar als aandenken hebben. Maar ik wil het er wel even achteruit halen. Dus hij haalt er achter die kast. Ik dacht, wauw, wat een mooi kleedje. En zij is wel een heel exclusief kleed. Want hieronder, daar staat Halborn, O.D. Halborn. Dat is een bekende schilder, bekende tekenaar. Heel veel mooie, Danny Halborn heet die. En als je het op Google opzoekt, dan vind je hele mooie dingen van hem. Ook met tekeningen met Trump en met Jezus. En allerlei hele bijzondere tekeningen heeft hij gemaakt. Een soort van airbrush of zo doet hij. Denk ik. Maar hij had het kleed en hij zei, ja, ik weet niet wat het kost, maar ik zal even kijken. Maar het was echt een heel duur kleed. Dus ik was een beetje, we hadden het kleed uitgelegd. Ik dacht, wow, dat is echt geweldig. Ik dacht, wat heb ik over voor de kleed? Weet je wel, want wat mis ik wel dat je daarmee komt voor een bedrag. Want het is hartstikke mooi gemaakt. Ik dacht van, nou ja, goed, ik weet niet wat het kost, maar ik heb er uiteindelijk, ja, wil ik misschien wel gaan tot 250 euro. Zo mooi vind ik het. Dus hij komt terug en hij zei, ik heb een probleem. Hij zei, ik kan het niet meer vinden in de boeken wat het heeft gekost. Wil je een bod doen? Ik dacht, ja, dat is lastig. Ik zeg, ja, dat is lastig. Misschien moet ik wel een krantenwijk bijnemen, zei ik nog tegen hem. En hij zei, ik zal even over nadenken. Hij zei, waar is het voor? Ik zit hier voor gebedsruimte. Hij zei, nou, ik noem een bedrag en dan moet je maar kijken of je het daarvoor wil. En hij zei, 25 euro. Ik zeg, wat zeg je? 25 euro. Ik zei, dat vind ik te weinig. Ik geef 50. En die man die had tranen in zijn ogen en die zei, weet je, dat is zo bijzonder. En toen bij de kassa gaf hij ook nog weer korting. En hij zei, ik vind dit zo bijzonder. Hij zei, dit is waarvoor ik mijn winkel onder andere open doe voor mensen zoals jij, die zo gewoon zo open en eerlijk zijn. En, ja, ik zou het in mijn hart, zou het gewoon pijn doen, weet je, als ik weg zou gaan en denken, hahaha, ik heb een mooi bedrag van 25 euro. Ja, dat kan ik gewoon niet over mijn hart verkrijgen. En hoe bijzonder is dat, weet je, dat ik zulke mooie ontmoetingen mag hebben op mijn pad. Je, dus dit is echt een heel mooi wandkleed waar ik echt enorm trots op ben. En als we dan verder kijken in de ruimte, zeg maar, dan heb ik hier vanwege een suggestie van Suzanne een ruimte gemaakt voor allerlei boekjes en zo, voor het evangeliseren die ik uit kan delen. Als mensen hier komen, zeg maar, die mag ik vertellen over de Heer, kan ik die een boekje meegeven. Hier is The Man of God, dat is ook waar het YouTube kanaal benoemd heb vanwege The Man of God. Dit is zeg maar mijn doopcertificaat, 18 november 2018 ben ik gedoopt, ook te zien op YouTube kanaal. Daar staat, ik leef in geloof, niet door wat ik zie. Wie één is geworden met Christus, is een nieuwe schepping geworden. Ja, dat is echt heel bijzonder. En hieronder staan ook weer spulletjes die dan weggaan. En hier overal staan gewoon allemaal bijbelteksten en zo, die mij enorm hebben geraakt en geïnspireerd. En die schrijf ik dan op. Hier heb ik een whiteboard, wat ik ook gebruik, zeg maar, op het moment dat ik met jongens ga werken. Met wie ik het hersteldeel van een alcohol- en drugsverslaving, met wie die ik mag helpen. Dat is het bord heel fijn voor om tekeningen te maken en dingen uit te werken. Dit is het smalle pad en het brede pad. Het brede pad waar wereldse mensen overheen gaan. Ook heel bijzonder. Hier staan nog wat bijbelteksten op. Waaronder Psalm 23. En hier heb ik op mijn deur mijn geliefde vriend. Mijn verlosser en mijn redder. Dan heb ik hier ook nog wat bijbelteksten en dergelijke staan. Dan heb ik hier liggen ook nog een... Dat is wel grappig.
Kijk, dit is mijn boekenrek. En dit zijn onze platen die ik door een bekende keramiek man heb laten maken. Deze eerste heb ik gekregen toen we gingen samenwonen. Dat was in 2000. Ik hield van Amerikaanse auto's en Suzanne spaarde aapjes. Dus dat was de reden waarom dat het zo was gemaakt. En ik had de pet op, want ik was eigenlijk in die tijd nog een beetje een gabber. En toen heb ik deze laten maken toen we gingen trouwen in 2006. En ik was in het grijs getrouwd en Suzanne in een blauwe jurk. Dus ik heb opgegeven dat ik een auto wilde. Maar ja, dat kwam daar nooit van terecht, omdat ik dan niet mocht weten welke kleur de bruidsjurk was. Dus ik heb alleen maar de auto door mogen geven. En deze heb ik laten maken toen we in 2011 opnieuw zijn getrouwd. En de reden waarom ik hiervoor gekozen heb, is dit is het mooie stuk als nieuwe leven, de nieuwe weg. Dit is een beetje de dorre kant met het witte. Heel veel mensen denken van, dat lijkt wel drugs. Maar voor mij is het eigenlijk bedoeld, zeg maar, dat is een dorre kant van mijn drugstijd. En deze kant, zeg maar, we hadden eerst een beetje meer geluk en vrolijkheid, zeg maar. En Suzanne kant was redelijk in bloei. Maar die heeft toch wel wat pijn gekend en zo vanwege mijn gebruik. Uiteindelijk hebben we opnieuw voor elkaar gekozen. In 2011 zijn we opnieuw getrouwd. En ziet ons leven er rooskleurig uit. En hoe bijzonder is dat? Weet je, dat we in een stel zijn allebei. Dat is heel mooi. Dit is mijn boekenrek. Met allerlei christelijke boeken. En daar ben ik al blij mee. Kijk, hier staat omdat ik van je hou, zegt hij. Dus dat is heel mooi. Kijk, en ik kwam dit ineens weer tegen op zolder. Ik had van die vaandels, waar de pasters en zo mee door de straten liepen. En die heb ik jaren geleden gekregen van een vriend. En die gaat binnenkort hier ook opgehangen worden in de kamer. En dat is gemaakt met gouddraad. En ik had ooit al zelf zo'n vaandel. En ook die heb ik weer gevonden, die had ik jaren bewaard. En dat is ook heel mooi dat het eigenlijk allemaal al voorbestemd was. En dan heb ik in deze kamer ook nog een aantal lijsten staan. Dit vind ik zelf een heel mooi anker. Anker of the Soul. Beschermt je met zijn vleugels. En dat was eigenlijk de blik die ik wilde geven in mijn gebedsruimte.